Bepaalde voedingsmiddelen kunnen een negatief effect hebben op urineverlies. Wat bij de ene persoon een probleem is, hoeft voor de ander niets te betekenen. Probeer er daarom achter te komen bij welke levensmiddelen u een verhoogde aandrang heeft om te plassen. Zo kunt u uw voeding erop afstemmen. Pittige en scherp gekruide gerechten produceren ook scherpe urine en irriteren de blaas. Hetzelfde geldt voor relatief zure voedingsmiddelen, zoals citrusvruchten. Wanneer u gevoelig bent voor bepaalde voedingsmiddelen of ingrediënten, kunt u deze beter vermijden. Sommige groente- en fruitsoorten zijn vochtafdrijvend. Asperges zijn wellicht het bekendste voorbeeld. Maar ook met savoiekool, rode kool, sinaasappels en komkommers moet u oppassen. Bij urineverlies is een goede spijsvertering belangrijk. Vermijd daarom voedingsmiddelen die zorgen voor een opgeblazen gevoel of een verstoppende werking hebben. Een goede stoelgang wordt zo bemoeilijkt wat een extra belasting betekent voor uw bekkenbodem. De ideale voeding bij een zwakke blaas is evenwichtig en vezelrijk.